Beste leerling, ik stel jullie graag onze richting bioesthetiek en schoonheidsverzorging voor. Indien je belang hecht aan hygiëne en netheid, huidverzorging, het menselijk lichaam, anatomie, pathologie, fysiologie, werk je graag met mensen om je heen, heb je interesse in de schoonheidstrends, dan is deze richting iets voor jou. Het is een technische opleiding met verschillende uren theorie en praktijk. In de tweede graad noemen we de richting bioesthetiek. Hier krijg je de algemene vakken met daarbij de specifieke richtingsvakken. Onder andere stijleer, anatomie en vaktheorie. Je leert in deze graad al veel over gelaatsverzorging, handverzorging en voetverzorging. Als je in het vijfde en het zesde jaar zit, noemen we de richting schoonheidsverzorging. Je krijgt de algemene technische vakken, zoals wiskunde, Frans, Engels en Nederlands. Je verdiept je in de toegepaste wetenschappen en hebt daarbij de nodige uren praktijk. Je maakt kennis met een schoonheidsinstituut door je stage in het zesde jaar. Wil je nog meer leren en weten over de wellnesswereld? Dan kan je dit ontdekken in het zevende jaar esthetische lichaamsverzorging. Samen met je klasgenoten werk je aan een eigen leeronderneming, met daarbij nodige steun van je leerkrachten. Hierbij zijn thema's als veiligheid, klantenomgang, prijsberekening en salonbeheer belangrijk. Na het zesde jaar behaal je een diploma secundair onderwijs en kan je je specialiseren of verder studeren. Je kan starten in een professionele bacheloropleiding, bijvoorbeeld gezondheidszorg, orthopedie, verpleegkunde, voeding- en dieetleer, een lerarenopleiding en nog zoveel meer. Als beautyliefhebber van onze afdeling word je opgeleid in een goed uitgerust vaklokaal met professioneel apparatuur en leerkrachten met een hart voor schoonheidsverzorging. Schoonheidsspecialist is een veelzijdig beroep. Je leert alles over gelaatsverzorging, pedicure, manicure, visagie, massages en ontharingen. Heb jij interesse? Zin om een stap in de schoonheidswereld te zetten? Contacteer onze school indien je nog vragen hebt. Wij heten je alvast enorm welkom.